beste kijkers en luisteraars. Mijn naam is Simba Moses. Welkom bij het rondetafelgesprek. Vandaag gaan we het hebben over de Maron-gemeenschap in Nederland. Bij mij aan tafel zitten een aantal deskundigen. Links van mij zit de heer André Moses, die is Maron-kunstenaar. Hier naast mij zit mevrouw Trace Weeson, die is een Maron-vrouw en moeder. Daarnaast zit Susie Moses, student en ook nog een Maron-vrouw. Aan het eind van de tafel zit de heer Juan Jonas, jurist, en hij houdt zich bezig met de Marons in Nederland. Nou, als het goed is, heeft mevrouw Trace Weeson zich voorbereid voor de deskundigen die hier aan tafel zitten. Je hebt een aantal vragen. Ja. En het gaat voornamelijk over de ontwikkeling van de Marons hier in Nederland. En nou ja, om de mensen een idee te geven van over wie hebben we het als we praten over de Marons. Klopt. Ja, mijn nieuwsgierigheid, en het is meer een persoonlijke zoektocht naar mijn Maron-identiteit. En daarbij heb ik altijd de vragen gehad van, hoe groot is de Maron-gemeenschap nou in Nederland? En als ik bepaalde informatie wil hebben, los van internet en uiteraard, bij wie kan ik het beste aankloppen? En dan kijk ik meteen naar mijn gewaardeerde broeder en links van mij. Ja, als het gaat om het aantal Marons in Nederland, dan blijven we zoeken. Er bestaat geen exact aantal. We kennen geen exact aantal Marons in Nederland. Het wordt altijd weer geschat. Mm-hmm. Ik denk niet dat er serieus werk van is gemaakt om het exacte aantal te weten. Maar die schatting ligt tussen de 15.000 en 20.000, hoor ik steeds. Dus exact weten we het niet. En vanaf wanneer zijn de Marons in Nederland komen wonen? Nou, je zou kunnen zeggen, sedert de jaren 60 is het bekend dat Marons hier zijn komen studeren met de bedoeling om terug te gaan naar Suriname. Anderen zijn echt teruggegaan, sommigen zijn blijven hangen, maar er komen steeds meer Marons naar Nederland totdat er sprake is van een Maron-gemeenschap in Nederland. En die gemeenschap blijft dan zich steeds ontwikkelen. Oké, als ik even daarop mag ingaan, want we hebben het over de Marons, hè. Er zijn mensen die thuis zitten en die denken van, hè, wie zijn nou de Marons? Wie mag zich nou een Maron noemen? Als u even kort kunt toelichten van, wie zijn nou Marons? Want ik ben zelf ook Maron. Ik weet dat er verschillende los zijn, dat gaat ook wel veel verder. Kunt u daar iets kort over vertellen? In principe ben je Maron als jouw moeder behoort tot de Maron-gemeenschap. Wat is de Maron-gemeenschap? De Afrikanen die als slaven gebruikt werden op de plantages, die zijn ontvlucht. De bossen zijn ingevlucht en daar gemeenschappen hebben gesticht. Die gemeenschappen van Afrikanen worden Maron-gemeenschappen genoemd. Oké. Maar als het gaat om de Marons hier in Nederland, dan hebben we het over de tweede, de derde generatie. Nou, dan gaat het om de nakomelingen van de groep die zich als Maron geïdentificeerd zijn in Suriname en die zich erkennen als Maron. Dan praten we over vanaf het begin van de slavernij in Suriname tussen 1650 en heden. En vanaf 1760, 10 oktober 1760, hebben we de eerste vredesverdrag gehad tussen de koloniale overheid en de Maron-gemeenschap, met name de Aucaners of Okanisi. Nou, deze groepen die bestaan vanaf dien als vrije gemeenschappen, gevolgd door de Saramakaners, de Matiwariërs, de Aluku, de Pamaka, noem maar op. Ik vind het beter om de mensen te noemen Okanisi, Samaka, Pamaka, Aluku, Quinti. Dat zijn de namen die de mensen zelf hebben genomen.
Oké. Want Therese Weeson, u was vooral nieuwsgierig naar de cultuur, hè, van de Marrons. Ja. Daar bent u nieuwsgierig naar. Ja. Want wat wilt u daar precies van weten als Marronvrouw in Nederland? Nou, voornamelijk waar bestaat de cultuur uit? En hoe kunnen we dat mezelf inbegrepen uiteraard? Hoe kan ik dat het beste uitdragen? En ik ben een Marron moeder, hè. Hoe kan ik dat ook het beste doorgeven aan mijn kinderen? Want we leven in een westerse in een samenleving. En ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen hun cultuur als zodanig ook meekrijgen. En dat het is mijn taak om dat... Oké. Dat is wel een hele mooie vraag voor de heer Van Jonas als jurist, als Marron. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik bedoel, u bent Marron, u heeft een bepaalde cultuur... U bent in Suriname opgegroeid en u bent hier gaan studeren. Dat klopt. Als we praten over cultuur, dan zou je misschien je gaan wagen aan een definitie, maar dat doen we niet. Cultuur kun je eenvoudig zien als de manier waarop je met elkaar omgaat, vanuit jezelf. En cultuur vormt een deel van je identiteit, ook je identiteit ga ik niet definiëren. Maar het is wie je denkt dat je bent. En wie je denkt dat je bent, wordt mede aangegeven door cultuur wat je meekrijgt. En dan betrekken we zaken als normen en waarden. Normen en waarden kun je gewoon samenvatten als manier van omgang, codes om met elkaar om te gaan. De Marron-gemeenschap kent die codes. Een voorbeeld is... Ik zeg niet dat het alleen bij de Marron-gemeenschappen voorkomt, maar een code is dat je altijd of te alle tijden eerbied verschuldigd bent aan iemand die ouder is dan jezelf. Dat is gewoon zo. Een ander element van cultuur is zelfs een religie of godsdienst. En een ander element van cultuur is het eten wat je eet. Hoe bereid je je eten voor? Maar zaken als amusement, hoe amuseer je je, is ook vorm van cultuur. Wel nu, de Marron-gemeenschap is ontzettend rijk aan dat soort dingen. Ja. En mensen die heel mooi kunnen dansen, mensen die heel mooi kunnen drummen, die zitten allemaal ook aan tafel, maar goed, daar hebben we het een andere keer over. Maar dat is ook cultuur. En als we het betrekken op Nederland, dan kun je zeggen van mevrouw Therese Weeson heeft gezegd van ja, wat kan ik mijn kind meegeven? En ik woon al een aantal decennia in Nederland en ik volg die ontwikkelingen. En dan praat ze eigenlijk over opvoeding van haar kinderen. En die heb ik wat van mezelf meegegeven als Marron. En wat vond je het belangrijkste om aan je kinderen mee te geven? Ik vond het belangrijkste om aan mijn kinderen mee te geven... Dat ze altijd weten wie ze zijn. Dat ze altijd vanuit zichzelf moeten redeneren en de anderen tegemoet treden. Maar als ze anderen tegemoet treden, dan moeten ze iets hebben wat ze kunnen laten zien. Dit is iets typisch van mij. Ze zouden kunnen zeggen, mijn vader is een Marron en hij is een nakomeling van de mensen die zich uit slavernij hebben gered. En door de bossen in te vluchten. En... samenlevingen, gemeenschappen daar te stichten. Dat is één. Dus kortom, als het gaat over cultuur, wat mevrouw Weeson bedoelt, dan is het goed als ze dat betrekt op de opvoeding van haar kinderen. En laat ze beginnen uit te leggen dat zij zelf een Marronvrouw is en dat haar vader en moeder, grootouders ook Marron zijn. En wat zij belangrijk vonden. Wat ze belangrijk vonden, is dat je als kind eerbied moet hebben voor anderen. En zeker ook voor jezelf. Nou, dat is heel helder. Dan kom ik weer terug naar mevrouw Weeson. Ja. U heeft net al kort van meneer Van Jonas gehoord hoe hij dat heeft overgedragen aan zijn kinderen. Ja. Ik zou zeggen van, gezien het antwoord even geven, wat is daaruit uw lering? Nou, ik vind dat prettig om te horen, want voor mij is respect sowieso al een heel belangrijk element in opvoeding. En ja, goed, ik geef dat sowieso ook mee. Respect voor ouders, dat is
ook kunnen dus een typerend in de Maron-gemeenschap. Ik heb dat doorgekregen van mijn ouders, die ook dus Marons zijn. Respecten ze door hun verhalen over hun ouders weer aan mij en broers en zussen, is de rode draad gewoon respecten hebben voor hun ouders. En hoe meer je dat doet, hoe meer respecten je krijgt voor jezelf. Zelfrespect is dus een van mijn motto's. Oké, dat is mooi. Want als we kijken naar uw eigen verhaal, ik bedoel, u bent in Suriname geboren, u bent hier naartoe gekomen. Mm-hmm. Was het moeilijk om je aan te passen als we het hebben over de Maroncultuur en de cultuur hier in de westerse samenleving? Hoe is dat precies gegaan? Nou, mijn aanpassing is niet moeilijk gegaan. Ik heb denk ik het voordeel dat ik me heel makkelijk kan aanpassen als individu. Kan ik me heel makkelijk aanpassen. Als groep is het dan iets moeilijker. Kijk, als groep bedoel ik bijvoorbeeld met je kinderen. Ik ben moeder. En dan gaat het dan heel snel over een opvoeden tussen twee culturen. En dan kan ik geen Maron-opvoeding, alleen de Maron-opvoedingen geven, al zou ik dat willen. Je moet rekening houden met de andere culturen waarmee je dagelijks te maken hebt. En het is ook heel mooi, je kan daardoor jouw eigen cultuur verrijken. En dat heb ik met een vlieg- en kunstwerk proberen te doen. En ik ben daar redelijk tevreden over. Maar natuurlijk, als ik even iets mag zeggen. Ja hoor, gaat u gang. En als je het hebt over de Maroncultuur en opvoeding, gaat het om de basis. Ja. Als je waarden zijn bijvoorbeeld ook discipline, zelfdiscipline, dat je niet te snel boos wordt. Ja. Hè? Maar dat je heel goed luistert naar anderen wat anderen te zeggen hebben, klopt, voordat je zelf aan het woord komt. Dat is ook een typisch, typisch wil ik niet zeggen, maar zit diep geworteld binnen de Maron-gemeenschap. Ja. De ordening van het gezin. Mm-hmm. Is een weerslag van de ordening van de totale Maron-gemeenschap. Je praat daar niet voor je beurt. Mm-hmm. Dus met andere woorden, als je datgene wat je ouders je vertellen, daar heb je goed naar te luisteren, thuis. Maar als je buiten komt, mm-hmm, en je ziet mensen die lijken op je ouders, daar heb je ook heel goed naar te luisteren. Mm-hmm. En de opvoeding bij de Marons is niet beperkt tot moeder en vader, maar tantes bemoeien zich ermee, ooms en noem maar op. Ja. Met name de familie van van moederskant, want die zijn de echte familie. Nee. Kijk je naar Nederland, dan zeg ik, heb altijd tegen mijn kinderen gezegd van, als je op school komt, op school zit en je wordt geslagen, dan moet je niet vragen waarom je geslagen wordt. Je moet direct terugslaan. En dan pas ga je vragen, waarom had je me geslagen? Waarom heb ik dat gezegd? Bewust heb ik dat gedaan. Omdat je in Nederland, heb je een ander systeem. Hier moet je je plek zien te vinden. Je moet vechten voor je plek, letterlijk. Binnen de Maron-gemeenschappen ben je collectief beschermd. En hier ben je alleen individueel beschermd. Met name de mate waarin je voor jezelf kunt opkomen. Dus kortom, wat je meegeeft thuis, dat is alleen maar de basis. Je moet je opvoeding richten op wat er buiten in de totale Nederlandse samenleving gebeurt. Oké, want dan keer ik weer naar André Mozes. Heeft hij als Maron het gevoel dat hij ook heeft moeten vechten voor uw plek in de Nederlandse samenleving? Ja, dan ga ik even terug naar de Maron-gemeenschap in Nederland. Het is een derde fase, hè. Want de Maron-gemeenschap is datgene wat alle Marons gemeenschappelijk bezitten. Het enige wat wij gemeenschappelijk bezitten is de Maron-gemeenschap, de Maron-gemeenschappen in Suriname, in het binnenland van Suriname. In Paramaribo hadden wij al moeten vechten om een plek te vinden, om geaccepteerd te worden. Dus de manier hoe ik in Paramaribo ben opgevoed, is al anders dan hoe mijn broer in het binnenland is opgevoed.
En hoe mijn kinderen in Nederland zijn opgevoed, is dan weer anders dan de opvoeding in Paramaribo. Maar kunt u misschien wat specifieker zijn? Wat is er zo maar anders? Specifiek is dat bijvoorbeeld de heer Jonas zei het al, van de collectieve bescherming. Een kind dat opgroeit in een Maron-maatschappij dient te luisteren naar alle volwassenen. Die hebben daar iets op te zeggen als er iets fout gaat. Hier niet. In Paramaribo ook al niet meer. Mm-hmm. Ja? De opvoeding van een kind is niet alleen maar iets van de biologische ouders, maar van de volwassenen van die gemeenschap. Dan hebben we het niet over specialisatie. Als je je bekwam in iets van de cultuur, in een bepaald cultuurelement, pas dan wend je je tot de deskundigen. Vandaar dat ik dus weiger om mij in het openbaar Maron-deskundige te noemen. Dat wil ik dus niet zo zomaar zijn. Maar goed, ik heb mijn kinderen bijvoorbeeld in Nederland in Paramaribo, of in Suriname, en in Nederland meegegeven van, als individu moet je je proberen een plek te vinden. En dat kan alleen maar als je jezelf, als je de gelegenheid neemt om te leren. Goede opleiding, dan bedoel ik de westerse opleiding, plus nog die van de Marons. Je bent geen Maron alleen omdat jouw moeder Maron is. Je bent Maron als je ook de taal van de Maron spreekt en verstaat. Je bent Maron omdat je respect hebt voor de cultuur van de Maron zoals de Maron denkt dat het is. En daarnaast van de cultuur waarin je terecht bent gekomen. Je kan alleen maar vergelijken als je zelf iets hebt. Dus die vergelijking is voor mij belangrijk. En dus de eigen elementen van dit zijn onze normen en waarden, die heb ik meegegeven aan mijn kinderen om daar mee te kunnen gaan werken. Dan hebben ze iets om te gaan vergelijken. Oké, dat is mooi. Nou, ik wil toch even dat we een ander onderwerp aansnijden. Het gaat nog steeds over de Marons in de Nederlandse samenleving. U vond het wel belangrijk om het te hebben over de samenwerking van de Marons in Nederland. Klopt dat? Ja. Ja, ik vroeg me daarbij ook af. Uiteraard, er zijn organisaties. En welke organisaties zijn er en in hoeverre werken die organisaties samen om het wat de heer Mozes net aangaf, wat we gezamenlijk hebben aan de Maron-cultuur, hoe wij dat in stand kunnen houden, verbeteren, ontwikkelen, noem maar op, dat we na 50 jaar ook nog kunnen zeggen van en dit hebben wij nog steeds van onze Maron-cultuur, dit is een stukje trots en wat wij hebben. Natuurlijk kunnen wij daar heel veel over zeggen. En als we niet opletten, dan gaan we zo vaak uitweiden en doorgaan op dit punt, dat er geen enkel ander punt meer aan de orde komt. Dus daar moeten we dus voor waken. Wanneer wij het hebben over organisatiestructuren binnen de Maron-samenleving zelf, want dat is mijn vertrekpunt, dan hebben we het over een politieke structuur, een politieke organisatie, waar we weten dat er een groot opperhoofd de politieke leiding heeft, gevolgd door de raad van Kapiting en Bassia, dus de dorpshoofden en zijn assistenten. En het belangrijkste van allemaal is natuurlijk het volk dat zich Maron noemt binnen die traditionele samenleving. Oké, een politieke structuur. En we hebben ook nog de mensen die direct te maken hebben met een individu. Die wij noemen de Mama B. Dus de lineage van moederskant. En deze lineage wordt gevormd door
ooms en tantes. Mm-hmm. Wij praten over een grote familieband. Dat betekent dat de nichten en neven van de moeder de klassificatorische benamingen hebben van oom. En we kennen geen neef en nichten. Het is broers en zus vanwege onze matrilineaire beginselen. Dat kunnen wij in Paramaribo al heel lastig in stand houden. Dan zal dat in Nederland nog moeilijker gaan. Waar het individu, zoals meneer Jonas dat al eerder had gezegd, centraal staat op gegeven moment. Wij hebben kennis gemaakt in Paramaribo met nieuwe structuren. En één belangrijke nieuwkomer is wat wij noemen vereniging. Vereniging geeft ons de ruimte om een voorzitter die jonger is dan een lid, ja, te praten en dingen te zeggen waar een oudere lid, ja, problemen mee kan hebben. Ik heb het gezien binnen mijn eigen vereniging Kifoko. Het was zo moeilijk om geaccepteerd te worden door een ouder lid van de gemeenschap, dat ik zelf een programma in het leven had moeten roepen, dat ik noemde Gansama Sapating, de avond van de ouderen. Dan was het een wisselwerking waar de ouderen moesten vertellen aan ons hoe het was in hun tijd en wij aan hen over hoe het is in onze tijd. Dat een vereniging vooral bemenst wordt met mensen die kennis van zaken hebben en dat het niet op leeftijd gebaseerd is. Zo hebben wij het in mijn tijd gedaan. In Nederland hebben we uiteraard ook kennis gemaakt met verenigingen, maar we weten dus nog niet zo veel, niet genoeg over het besturen van een vereniging, het in stand houden van een vereniging, dat het voor een gemeenschappelijk doel staat. Voor iedereen. Wij zijn met vereniging nog steeds bezig met het idee van een beperking tot een dorp. En dat is jammer. Wat zou u daar op willen reageren, meneer? Ik zei het al aan het begin van mijn verhaal dat ik decennia lang al in Nederland heb gewoond. En ik was hier in 73, in de vorige eeuw, hè. In Nederland arriveerde ik in 1973. En in 75 begon ik al met organisatiezaken. Eerst algemeen werd ik voorzitter van een internationaal studentenclub. En vanaf dien heb ik tot heden mij bezig gehouden met organisatie. Waarom dat? Is omdat ik gemerkt heb dat als collectief, zonder het individu te willen afschrijven, ben je beter in staat om veel meer te bereiken dan je eentje zou kunnen bereiken. Dus mijn ideaal was altijd, zeker in Nederland, de marons bundelen. En gezamenlijk onszelf goed leren kennen in de Nederlandse samenleving, om van daaruit de Nederlandse, grote Nederlandse samenleving tegemoet te treden. En als het goed mee zat, dat we een brug konden slaan naar Suriname. Het is tot heden ideaal gebleven. We hebben een aantal zaken die ons in de weg liggen, waardoor wij geen collectief kunnen vormen in organisatorisch verband. De heer Mozes die had het erover, dat wij gewend zijn dat de ouder je vertelt hoe het moet, maar in vereniging, dat is een moderne vorm voor ons, maar onze modernere vorm om samen dingen te doen, daar krijg je jonge mannen, jonge vrouwen die het voor het zeggen krijgen. En dat valt niet altijd in goede aarde. Nou, dat is al één probleem. De heer Mozes heeft net ook aangehaald dat sommigen vinden dat organisaties, verenigingen,
georganiseerd dienen te zijn in Nederland via dorpslijn vanuit Suriname. Ook dat is een breekpunt voor ons. Dus kortom, het is heel moeilijk voor ons om ons als collectief hier in Nederland te organiseren. Wat je wel ziet, is dat mensen die vanuit een dorp of gebied uit het Surinaamse binnenland afkomstig zijn, dat zij wel degelijk hele goede verenigingen of organisaties hebben, die het zij om een fonds te beheren, een fonds in het leven roepen, om dat fonds te beheren, wanneer mensen van hen in Suriname overlijden, dat zij iets kunnen doen. En dat zij zich gewoon willen amuseren, elkaar periodiek ontmoeten. Maar in groter verband, dorpsoverstijgend of mamabe overstijgend, dat gaat ontzettend moeilijk. Misschien moeten we blijven vechten om de kneepjes van het georganiseerd handelen, hè, zo noem ik dat maar, dat wil zeggen gewoon in verenigingsverband gezamenlijk iets nastreven en bereiken. Misschien moeten we het nog tijd nemen om dat te leren voordat we daaraan toe kunnen. Ik voeg iets aan toe. De heer Mozes heeft het vaak over een begrip intervisie. Want ik kan me herinneren dat in een gesprek met mevrouw Therese Weeson dat begrip gevallen is. Maar wij dachten, misschien kunnen we de heer André Mozes om een keertje vragen om een keertje daarover te praten. Bij deze zou ik aan de heer André Mozes willen vragen wat hij bedoelt met intervisie en wat voor betekenis dat kan hebben voor de Maron-gemeenschap. Oké, nou voordat de heer Mozes daar antwoord op gaat geven, wil ik toch even terugkomen op het collectief gebeuren van de Maron-gemeenschap hier in Nederland. Want ik heb begrepen dat er tegenwoordig een kapitein is in Nederland. Je hebt Basias, waaronder deze twee heren. Dus misschien kunnen we dat. Ja, dus ik vind dat toch wel een positieve. Het is vrij positief, want we hebben het over samenwerking. Ja. Het gaat niet goed met de verenigingen. Maar dat is iets wat in ontwikkeling is. Misschien voelt u ons heel goed aan. De heer André Mozes en ik, net als de oude Marons, die gaan soms in hun hangmat liggen. Ze kijken niet naar elkaar, maar ze horen elkaar. Dan stellen ze elkaar vragen enzovoort. Nou, een keertje heb ik tegen André Mozes gezegd van, André Mozes, de Maron-gemeenschap in Nederland is rijp genoeg voor een eigen kabiting misschien. Waarom? We hebben voorbeelden gezien dat als er veel Marons wegtrokken uit hun woongebied en elders gingen werken en ze dreigden daar al een gemeenschap te vormen, dat ze recht hadden op een bestuurlijke structuur. André Mozes heeft dat doorgetrokken en er is inderdaad een college van kapitein en basja in Nederland. Mensen die dat niet hebben, dat is sinds 2000. Ja. Mensen die dat niet hebben begrepen, die hebben dat met argwaan bekeken en gezegd van ach, dat is maar een lachertje. Maar wij weten wat dat betekent, dus wij hebben volgehouden. En wat we zien, is dat mensen die aanvankelijk sceptisch tegenover ons stonden, dat die zelf een beroep doen op het college van kapitein Mbasha. En wat doet het college van kapitein Mbasha? Wanneer problemen ontstaan die te maken hebben met de oorsprong van de Marons, bijvoorbeeld, als iemand overlijdt, dan wordt de persoon niet gewoon in een lijkkist geplaatst en begraven. Er zullen een aantal plichtplegingen moeten plaatsvinden. Niet iedereen is daarvoor toegerust, een kapitein of een basja die de traditionele opvoeding en scholing heeft gehad, die kan dat wel, een gewone Maron niet. Binnen het college van basja heb je een kapitein, heb je die mensen en daardoor kunnen mensen een beroep op die kapitein en basja doen. Dus kortom, ik vind het een soort bestuurlijk systeem waarbij Maron onderling in Nederland elkaar hulp kunnen bieden vanuit hun culturele achtergrond.
Ja, precies. Vandaar dat ik het aanhaalde. Ik vind dat toch echt wel een positieve ontwikkeling. Mm-hmm. En dan gaan we even terug op de vraag die meneer Gwan Jonasson net stelde. Wat de intervisie betreft. Misschien kunt u daar verdere toelichting op geven, meneer Moses? Nou, het is niet de bedoeling dat ik het begrip intervisie hier wil uitleggen of verduidelijken aan de kijkers of luisteraars. Maar vanuit mijn Maron besef dat wanneer iemand iets kon, iemand iets wist, dat die dat met anderen deelde om een bepaald idee of een bepaalde kennis gemeenschappelijk te maken, dat dat ook een Maron eigen is. En dat kennis door bepaalde van mijn Maron broeders en zusters wordt bewaard als iets dat zich moet beperken tot maar een kleine groep, dat vind ik dom. En ik heb het met meneer Jonas inderdaad over gehad om meer met elkaar te delen op dat gebied van kennis en kundigheid. Dat was dus de richting waar ik naartoe wilde. En het kwam niet zomaar, omdat wanneer één Maron het initiatief zou nemen om iets te doen waar vele andere Marons blij mee zouden zijn, en waar de initiatiefnemer juist aansluiting zou willen hebben van andere Marons, dan krijg je een totale andere ontwikkeling, waarbij anderen een soortgelijke ding, of met een soortgelijke ding gaan beginnen. Dus dat is de ontwikkeling die we steeds weer hebben gehad. Het gaat niet om het doel, maar wie het initiatief heeft genomen. En als er een vereniging op gang komt om te werken naar het doel toe, dan gaat het binnen de organisatie ook weer niet om een gezamenlijke aanpak, maar ik ben de voorzitter. En dat heeft een geschiedenis. De eerste bekende verenigingen van Marons in Nederland, in Paramaribo, sorry, vanuit het binnenland van Suriname naar de hoofdstad, die waren ook weer, losgezien van de kleine studentenverenigingen. Maar de eerste vereniging van Marons zelf, die waren ook weer opgericht om hun doden te begraven en de organisatie eromheen. Dan moet je zien hoe belangrijk dat is. En de voorzitter, de man die zich kon noemen Mina voorzitter, die man was heel belangrijk. Hij voelde zich op een gegeven moment zo belangrijk dat hij een beetje meer was dan een kapitein. Ja? En dat werkt door tot de derde, vierde generatie van de Marons. Dat was voor mij de beweegredenen om even te kijken of wij hier in Nederland niet meer moeten gaan kennis moeten gaan delen met elkaar. Mag ik daar iets over zeggen? Ja, waar gaat u gaan? Op mijn werk sprak ik iemand en die citeerde een Marokkaanse meneer. Die zei letterlijk, als je kijkt naar ontwikkeling van groepen in Nederland, dan zie je dat de Surinamers en heel veel groepen voor zijn met kennis en kunde. Hij zei, maar ze maken één fout, ze doen niet aan kennismanagement. En wanneer ik dat zo hoor, dan denk ik gelijk aan André Moses die het heeft over het delen van kennis onderling. Want dat is ook een vorm namelijk van kennismanagement. Maar het gaat veel verder, met name dat je het bewust doet. Mm-hmm. Met andere woorden, als we het betrekken op de Marons, dan zou je kunnen zeggen wat meneer André Moses zei. Als ik iets weet,
En ik denk dat het belangrijk kan zijn voor de Marongemeenschap dat ik het met anderen kan delen. Als ik het betrek op mevrouw Weson, die is bezig met een studie. Ze verzamelt materiaal, ze komt, ze stuit steeds op vragen, ze heeft vragen. Aan wie moet ze die vragen kwijt? Aan wie kan ze die vragen kwijt? Mensen zoals André Mozes en ik zijn altijd bereid om die vragen te beantwoorden voor zover we kennis van hebben. Dus kortom, je ziet hoe belangrijk het is om de kennis die je bezit met anderen te delen. Dat verrijk je als individu, maar dat verrijk je ook als groep. Je krijgt namelijk een opwaartse beweging, waardoor je op een hoger niveau komt. Als het gaat over opvoeding bijvoorbeeld, schroom niet om je kinderen, vooral als ze nog jong zijn, te vertellen de verhalen die je ouders aan jou hebben verteld. Ik weet zeker dat de heer André Mozes zijn kinderen in die lijn heeft en opgevoed ook. En wat je dan ziet, als je vanuit je eigen achtergrond, je identiteit, je kinderen opvoedt, dat ze beter toegerust zijn als zelfstandige wezens om de grote samenleving tegemoet te gaan. Ze hebben geen onzekerheid, ze zijn niet angstig, ze weten wie ze zijn en ze kunnen daardoor met de anderen praten. Daarom vind ik opvoeding in Nederland vanuit de eigen achtergrond naar de grote Nederlandse samenleving toe een hele goede basis. We hebben eerder over gehad, de vraag was van hoeveel Marons wonen er in Nederland? Dat is een hele goede vraag. Zo ongeveer halverwege de tweede helft van de vorige eeuw is er een onderzoek geweest met gelden, financiering door financiering van het ministerie van VWS. De heer Julian Witt heeft namelijk onder de Marons een onderzoek uitgevoerd en op dat onderzoek gaf aan als mogelijke aantallen inderdaad zo'n 20.000, meen ik. Dus die schatting van de heer André Mozes, 15 tot 1000 tot zoveel, is redelijk reëel, maar je moet wel bedenken dat het sinds de vorige eeuw is dat zo'n onderzoek is geweest. Dus het aantal zal zeker gestegen. Juist. Dus dat wil ik nog even opmerken op dat punt. Oké, nou dankjewel meneer Jonas voor uw informatie en verdere toelichting op uw ervaring wat betreft de samenleving van de Marons in Nederland. Dan ga ik weer terug naar mevrouw Therese Weeson. Mm-hmm. Uw reactie? Nou, ik ben verrijkt en ik heb ook van mijn Maron-ouders geleerd dat je elke dag wat erbij kan leren. Verrijking is gezondheid. Dus ik heb bevestiging gekregen van vele dingen. Ook van gesprekken die ik gevoerd heb met de heer Jonas. Het geeft ook hoop dat er... We met mensen aan tafel zitten die zich op deze manier bewust zijn en in ieder geval veel meer dan bereid zijn om de ontwikkeling van de Maron in Nederland naar een hoger niveau te tillen. Ik voel mij vereerd en ik wil de heren en jullie heel hartelijk bedanken voor deze bijzondere dag. Voor mij is het een historische dag. Nou, ik denk dat we allemaal aan tafel hier veel hebben geleerd en opgenomen. Wat vooral centraal staat is de opvoeding, dat heel belangrijk is. En dat het gaat om het opvoeden van je kinderen vanuit je eigen identiteit dat ervoor is gekomen. Ja. Dat de verenigingen in Nederland daar zeker een bijdrage aan kunnen leveren. Mm-hmm. En zeker ook als we het hebben over de nieuwe structuur die is ingesteld, de Basias en de Kabiting. Mm-hmm. Die ons meer op een betere pad kunnen brengen. Door hun eigen kennis en vaardigheden hier in de samenleving. Mm-hmm. En dat we dan op die manier meer van elkaar kunnen betekenen. Absoluut. Dus een gemeenschappelijk doel staat dus ook wel centraal, denk ik. Ja, absoluut.
Ik wil eraan toevoegen dat het college van Kabiting en Basia in Nederland, dat begonnen is in 2000 bij de Alkaners, dat echt leeft. Onlangs is er een rapport uitgekomen met waarin onze bevindingen zijn opgeschreven. En we kijken ook naar de toekomst. Dat is nu nog een concept. Dat is dus niet iets dat vandaag of morgen naar de pers gaat. Maar ik wil daarbij toevoegen dat navolging van dit college de Paramakaanse gemeenschap in Nederland op 16 september vorig jaar ook zijn begonnen met een traditioneel gezag. Hm. En inmiddels functioneert dat ook heel goed. Ik wil aan de aanwezigen en de kijkers duidelijk maken dat actiesamenvormen, dus hoe wij traditioneel in het binnenland van Suriname trouwen en de verantwoordelijkheid die je als man te horen krijgt van de familie van de vrouw, dat in Nederland ook gebeurt. Dat dit college al 3 tot 4 keer al een actiesamenvormen heeft geïnstalleerd bij mensen die dat wilden. En voor wat betreft het overlijden, rouwrituelen en begraven van onze doden, dat al heel goed bekend is bij de Marons van Okanisi origine. Zijn er nog meer vragen waar u het liefste van die beide heren een antwoord op zou willen krijgen verder? Nou, ik denk dat ik voor vandaag de belangrijkste antwoorden heb gekregen. Intervisie is genoemd, kennismanagement. Dus dat zijn voor mij nogmaals hele belangrijke dingen. Opvoeding uit opvoeding. Je achtergrond. Ja. En dat er een structuur is waarbinnen je dat zou kunnen doen. Mm-hmm. Als je daarop een boekbeeld doet, zoals we aan de emoties hebben gezegd. Mm-hmm. Dat is wat mij betreft een essentieel punt waarmee we verder kunnen met z'n allen. Ja. En voor de kijkers thuis, als ze meer informatie willen hebben over het traditionele bestuur binnen de Maron gemeenschap. Hoe kunnen ze daar informatie over krijgen? Als ze meer willen weten of vooral iemand willen spreken daarover, puur uit interesse? Nou, mensen kunnen mij altijd bereiken. Ik heb een website, www.kienbotto.com. Kienbotto is KINGBOTHO.com. En dan kun je een aantal dingen lezen over mijn Maron zijn en ook het Maron zijn van anderen. Maar misschien ook over jouw Surinamer zijn. Want daar gaat het vooral als wij het hebben over de Maron gemeenschap. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn Surinamer zijn. En verder natuurlijk via de heer Jonas, waterkant.nl. Je kan een van ons ook googlen. Als je naar Google gaat en je noteert André Mozes, enter, dan krijg je een waslijst waar je informatie kunt krijgen over mijzelf en over mijn verdiensten aan de Maronmaatschappij, de Surinaamse maatschappij en de Nederlandse maatschappij. En dan moet je zelf uitmaken of André Mozes wel een Maron-deskundige is of niet. Nou, als er geen vragen meer zijn of aanvulling, dan wil ik iedereen aan tafel bedanken voor hun inbreng en vooral hetgeen wat ze verteld hebben. Erg interessant. En ik hoop ook dat het voor de kijkers ook interessant was. En als ze meer informatie willen weten, dan hebben ze dat ook net gehoord, waar ze die vandaan kunnen halen. En dan willen we het graag hierbij laten en bedankt voor het kijken en luisteren.